Hoi, ik ben Matthijs Bosma van Cupido Arching. Een tijdje terug hebben we een pakketje ontvangen van Boning met deze geweldige veerplakker erin. Die werkt echt fantastisch. Dat zal ik jullie straks laten zien tijdens de demonstratie. Eerst ga ik even wat dingetjes benoemen, want straks gaan we inzoomen. Dan kunnen jullie niet zien wat ik allemaal vasthoud en waar ik allemaal mee bezig ben. Hier liggen een stel inserts. Hebben we twee rechtse, twee linkse en de streepversie. Hebben we 3 graden offset en 1 graad offset. De veren die erbij zaten, die hebben we al opgebruikt. Dus hebben we een extra doosje bijbesteld. Want ik vind ze echt heel wat beter dan wat ik had. En deze zijn best wel star. Dit zijn de veertjes. Dit is de indexring. Dit zijn de stopclips. Een beetje lijm van Boning. En de cauldron. Zoals je kan zien. Nu ga ik uitleggen en voordoen hoe je de cauldron in elkaar zet. Wat er allemaal in gaat. En hoe we dat gaan doen. Eerst hebben we de stopclips. Zoals je kan zien kun je op deze rand kun je een aantal nummers zien staan. Ik hou ervan als mijn veren zo dicht mogelijk bij mijn nok zitten. Dus dan douw ik de stopclip in de eerste hol. Zo. Inpersen, zo maar plastic doen. Zo. 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 Dat is die. Zo. Kijk. Ziet er zo uit. Als je dan de inserts pakt. In dit geval, ik wilde ze rechts 3 graden afwijkend hebben. Een klein beetje helical. Die gaan dan met hun pennetje in de eerste stopclip. Deze ook, precies hetzelfde. Weer in dezelfde hole. Deze ook. Zo. Kijk. Zo. En dan is hij al bijna helemaal voorbereid. Als je dan verder gaat kijken naar de cauldron, zit hier achterop nog een knop om je knocking point aan te passen. Ik verlijm mijn knockpunten niet. Dus ik heb er niet zoveel aan. Maar het is wel goed om te zien waarom die hier zit. Hier zit dus je insert van je knocking point. Als je, even kijken of ik dat kan laten zien, de push indrukt, kun je deze draaien. En je kunt precies zo brein draaien zoals jij dat wil. Zoals ik al zei, voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Omdat ik die toch niet gebruik. En van daaruit is het eigenlijk vrij simpel. Een pijltje. Die zet je er mooi in. Je draait hem naar de plek dat jij hem hebben wil. En hij zit instant recht. Hoe mooi wil je het hebben? Zo, mag ik je laten zien. Zit kaarsrecht in je verenplakker. Daarna is het aanbrengen van je veren. Dan netjes allemaal op dezelfde lijn zetten. Zo. Dan netjes op dezelfde lijn zetten. Met deze ring kun je dus bepalen
hoe vast de pijl in je veerplak komen te zitten. Ik maak gebruik van een niet al te dikke pijl. Of het deze 6 mm zijn of zo. Maar met deze kun je hem naar een centimeter draaien. Midden en heel smal. Ik gebruik hem heel steen stellen. Van hieruit doen we dus een klein beetje lijn op je veren. Zo, hop. That's quite easy now. Zo. Niet verdelen. Hoe je weer. Zo, hop. That's good. Eens wat nu rest, is hem dichtvouwen. Je ring pakken, de ogen in zetten. Je vouwt het hele stukje bij elkaar. Aandrukken. En 5 minuten laten staan. Als hij dan klaar is. Daarom had ik zo klaar staan. Heb je dus exact de veer zoals jij wil op jouw rep of op jouw pijl of whatever. Dus, zo gebruik je hem. Dit is hoe makkelijk het is. Je hebt nog wel een boekje bij zitten, maar die hoef je eigenlijk niet zo heel veel te gebruiken, want het wijst allemaal zichzelf. Dus dit was onze demo. Dankjewel voor het kijken. Dit was Matthijs Bosma van Cupido Archery. Dag!